boom. Yo, what up, gasten. Ik weet dat jullie ervan houden, dus bij deze een nieuwe versie 50. En vandaag ga ik jullie misschien wel het belangrijkste leren wat er is. Kent het vast wel, je bent rustig aan het fietsen en dan gebeurt het. Dan hoor je in één keer achter jou... En dan weet je het, het is politie. En de politie gaat dan moeilijke vragen stellen als... Waarom heb jij geen licht? Je reed te hard. Waarom fietsen wij met z'n drieën naast elkaar? Waarom ligt er een dood meisje in die tas? En dat soort vragen zijn nou eenmaal gewoon te moeilijk. En om jullie erbij te helpen ga ik nu 50 smoesjes verzinnen... om geen bekeuring te krijgen. Er zit pudding op mijn zadel. Ik word achtervolgd door Bassie en Adriaan. Terry het vogelbekdier heeft mijn lampjes gestolen. Ja, ik heb geen voorlicht, maar ik heb ook geen achterlicht. Dat past er beter bij elkaar. Waarom geef je mij een bekeuring? Ik ben toch koning Woolly Woolly? Hallo, kom op man. Fuck hey. Woeli woeli. Iemand heeft mijn onderbroek gestolen. Ik moet heel snel fietsen, want de stofzuiger heeft mijn lampjes opgezogen en de otter wil me slaan met gehaktfilet. Pikachu wil me vermoorden. Ik fiets door omdat ik anders het album moet luisteren van Paul de Leeuw. Oh, die gaat me een bon geven. Leuk. En wat voor bon? Een goed bon of... Ik heb niet een glas te veel op, maar een heel krat. Ik ben een van de 7 dwergen. Nou, ik was het fietsen, kwam een bever naar me toe. De bever pakt zijn pet, die slaat binnen elkaar, die gooit de bal naar me hoofd. Ik zei, oh, toch ik zat een bal, zei de bever, nee, ik pak je lampjes, ging niet weg. Mij een bon geven, dat kan niet, want ik ben... Super Bardo. Ik heb 3 vrouwen kapot geslagen en geplast in 2 brievenbussen. Mag ik nu in de Tweede Kamer voor de PVV? Nou, er zaten augurken achter me aan. Ik fietste door dat park en toen kwam ik kabouters aan. Die blaasde de viool. Ik zei, wat de fuck doe je? Maar gooi de viool naar mij toe. Ik ving hem op, ik sloeg hem kapot en ik fietste weg. To infinity and beyond. Mijn naam was makkelijk. Dat is Karel Utwoud. Mijn sokken zitten nog in de droger. Ik ging heel snel fietsen omdat ik aan het voetballen was. En bij het voetballen kwam Nigel de Jong langs. En je weet hoe Nigel de Jong is met karate schoppen. Poh! Ik was het rijden op een zeepijtje. Deze fiets? Oh, nee, die is niet gestolen. Hij stond op het station en ik heb het slot er even afgehaald. De intocht van Sinterklaas is op de veen. Ik wil dat niet missen. Laat me gaan. Oh. Volgens mij draag je wel vaker zo'n leren broek in je vrije tijd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik moest mijn sleutels poetsen. Ik zag een walvis het papier afvallen die een aardappel op had. En er was heel veel bloed. Oh, nee. Ik heb geen meisje vermoord. Hoe kom je... Oh, het gaat over mijn licht. Nou... Oh. Geef maar een boete. Ik was net in de stad, weet je wel, even een biertje drinken en zo. Komen er van die beertjes aan met snorren. Ik zeg tegen hem, wat de fuck hebben jullie dan? Gooi ze allemaal schoenen naar mij, ik vang ze allemaal op, ik verkoop ze allemaal op Marktplaats. Koop er van achterlicht. Achterlicht is gestolen door de beertjes met snorren. En daarom heb ik geen licht. Nou, op weg hier naartoe zag ik een krokodil macaroni eten. Er zat een dino in mijn wc. Er was een episch gevecht gaande tussen een piraat en Batman. En allebei vechten met een tampon met bloed. Ik was graffiti op het gras aan het spuiten. Komt er ineens allemaal wormen boven. Zeg, hey, wat de fuck doe je, man? Ik zeg, oh sorry, stoort het je? Zeggen ze nee, maar het is gewoon kut. Maar nu is wel al het gras groen door mijn graffiti. Ja, wat? Het gras was al groen? What the fuck? Ah, jezus. Er kwamen aliens bij huis binnen, ze pakten allemaal tampons en ze vlogen weer weg. Ik was aan het chillen met een egel op een schommel. Ik heb geen licht? Nou jongen, ik ben het licht. Ik ben God, ik heb alles hier gemaakt. Allemaal van mij, allemaal, jeppa. Ik moest vluchten, want Jan Smit kwam eraan en dat wil ik niet. Ik wil hem niet horen zingen, ja? Ik was op de markt en er was een mandarijn voor 700 euro. Hij was oranje. Ik was zo aan het chillen op de schommel, weet je wel, met goudvisjes. Kwamen er een keer schoenveters aan. Ik zeg, dit is schoenveters, alles stil, man. Gingen die schoenveters in één keer langdradig doen. Ze begonnen kut te doen, weet je wel. Pakken mijn goudvissen, gooien ze kap op de grond. En nu zijn allemaal goudvisjes dood, dus ik fiets heel snel weg. Nou, ik kwam thuis en ik werd aangevallen door een egel met allemaal augurken. Ik zeg tegen de egel, waarom doe je dat, man? Pak de egel een keer weer stil te stoppen. Sla me recht op mijn mond en ik pak mijn fiets en ik fiets heel snel weg. Kom jij eraan en pas op, daar komt de egel aan. Ik ben weg. Ik was druk bezig met een puzzel. Nou, ik was in de auto, ik was een beetje biertje drinken aan het zwijnen, iedereen op de weg. Ik keek niet naar de weg. Ik ging links waar ik rechts moet. Ik deed alles fout. Dus daarom geef me een bekeuring. Doe dan. Ik deed auditie voor de Playboy. De Playboy deed auditie voor mij. Ik rende hondjes achterna. Ik spoordeerde de rand op. Ze gingen allemaal blaffen en zo. Wouden me aanvallen. Maar ik kon niet. Want ze zaten aan zo'n draad. Ik ging zo. Oh, ik was in chillen met heel veel mensen op een mooi grasveld. Picknicken. Helemaal niks doen. Was dat echt leuk. Alleen... Toen kom jij er weer aan. En dan begint de politie het direct weer te verpesten. Nou bedankt, lul. Godverdomme. Ik was al mijn planten thuis het opmeten. Ik heb ze kleertjes aangedaan, een brilletje op, alles erop en eraan. Zodat ik meer vrienden heb. Ik was aan het praten met Luke Skywalker, kom dak verder aan, gingen ze helemaal vechten. Ik liep gewoon weg, weet je wel, ik had er geen zin in. En toen kwam ineens Harry Potter eraan, die ging vechten met Voldemort. Ik dacht echt van, hou hiermee op mensen, het is niet meer cool. Dus ik liep door, zie ik daar in één keer Jack Sparrow vechten met de vliegende Hollander. Ik denk van, oh mijn god, hou hiermee op. Dus toen liep ik door, zag ik de egel en dacht, oh kut, nu moet ik met hem gaan vechten. Dus ik ging vechten met de egel. En hoe kom jij eraan? Iemand heeft mijn schoenen op het plafond geplakt. Wat hebben die schoenen jou ooit misdaan? Die arme schoenen. Wat een bekeuring. Nee. Alsjeblieft, laat me gaan. Laat me gaan, alsjeblieft. Justin Bieber is in Nederland. Oh mijn god. Ik moet naar huis nu nog kan. We gaan allemaal dood. Ik wil dit niet. Justin Bieber in Nederland is een ramp. En dat waren er alweer 50. Jij hebt genoten. Ik zie het aan je. Graag gedaan. Geen probleem.
Graag gedaan. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vond je deze video kut? Doe dan even een duimpje omhoog. Vind je balabala boele boele boele? Doe dan even een duimpje omhoog. En vond je hem er echt zo tof? Voeg hem dan toe aan je favorieten. Zet in de reacties hier beneden neer hoe jij altijd onder de politie uitkomt. Klinkt heel fout, maar je begrijpt me wel. En deel deze video met al je vrienden. Dus deel hem via Hives, Twitter, MSN en de hele mikmak. En stuur deze video met name door de mensen die altijd een bekeuring krijgen of net een bekeuring hebben gehad. Zodat we met z'n allen onder de politie vandaan kunnen. Yes! Nou, bedankt voor het kijken. Nogmaals, groen duimpje, reactie, favoriet en delen. En als je mij nog niet kent, kan je altijd abonneren voor meer video's. En als je niet abonneert, heb je minder video's, denk ik. Ja, kutsel. Nou ja, gasten, ik heb genoeg slap geluld voor vandaag. Ik bedank jou voor het kijken en ik check jullie later. Manja! Vandaag heb ik een hele speciale video. Dat was heel slecht. Het is namelijk zo dat voor het eerst jullie bepalen wat ik doe.